De wijk werd een paar weken geleden ook al getroffen door een aanslag. Het is mogelijk een vergelding omdat Hezbollah steun geeft aan de Syrische president Assad. Vlak over de grens vechten Hezbollah-strijders samen met het Syrische leger tegen de opstandelingen. Volgens ooggetuigen ontplofte de auto midden op straat. Door de reeks van aanslagen de laatste tijd loopt ook in Libanon de spanning op. Het land raakt steeds meer betrokken bij de burgeroorlog in het buurland Syrië.